Vrouwen versieren is soms een paradox. Als jij niets doet en aan de zijlijn staat te wachten, ja, dan gaat er niets gebeuren op datinggebied. Maar er is ook een punt waarbij nog meer je best doen, nog meer actie, je alleen tegen zit. Op dat punt word je behoeftig, word je needy. Actie is goed. Voor een vrouw die je leuk vindt gaan, dat is geweldig. De grote vraag is dan, wat is dat keerpunt? Wanneer word je needy? Het is subtiel en het zit hem hierin. Je bent niet meer gelukkig met, maar je bent gelukkig als. Gelukkig met betekent dat jij gelukkig bent op jezelf en dat wil je met haar delen. Gelukkig als betekent dat je enkel gelukkig bent als je een berichtje van haar krijgt. Als ze toezegt op de date. Als ze je eindelijk kust. Ja, dan pas ben je gelukkig. Geluk zit hem in jezelf en dat straal je naar buiten toe. Maar wanneer zij de bron moet zijn van jouw geluk, dan voelt dat als een te zware last om te dragen en dat is onaantrekkelijk.